allemaal, ik ben Pam en ik ga vandaag vloggen over mijn dag. Ik zit nu nog in mijn pyjama, maar dat verandert straks helemaal. Want ik heb te horen gekregen dat ik vandaag naar Tialf mag. Een beroemde schaatser interviewen. Super cool! Nee, echt waar. Ik vind het zo gaaf. Ik mag daar de hele dag bij zijn, samen met mama. En dan mag ik de hele dag vloggen over de dag en dat wat ik daar meemaak. Dat vind ik super cool. Dat vind ik echt super cool. Dus ik zeg, tot zo. Hallo allemaal. Nou ja, nu zijn we op weg naar Tialf. En ik heb er heel veel zin in. En we staan nu in de file, omdat er een ongeluk is gebeurd. En er staat zelfs een helikopter bij. Dus dat is best erg. En we zijn op weg naar Tialf. En ik heb super veel zin, ook om de schaatser te interviewen. We moeten nog een half uur voordat we er zijn. En ik ben zo zenuwachtig. Mijn mama en ik zitten helemaal raar te doen in de auto. En te lachen en zenuwachtig te zijn. En ik ben intussen alle vragen en dingen aan het opschrijven. We zijn er! Dat is Tialf. En we gaan er binnen als VIP. Ja, we zijn er en ik ben binnen. We hebben al een paar wedstrijden gekeken. En Irene Wüst was net, ze is zesde en ze is niet tevreden. In de Nederlands kampioen op deze afstand, Kai Verwij. Hij is in zijn eentje. Als je in de Polonaise loopt, ga ze op die lolly. Yeah. Voor die mensen aan de Costa, ga ze op die lolly. Als je met een leuke, spontane boy thuis komt, ga ze op die lolly. Als je naar feest DJ doet, ga ze. Straks komen de mannen met de 5 kilometer, daar heb ik echt zin in. En ik zie dat er nog mensen worden geïnterviewd. Straks is iedereen aan de beurt, want iedereen wil vragen van wat is er, waarom reed je niet zo snel? En ik ga weer terug naar mijn plek. Want de pauze begint, maar ik wil er wel weer op tijd bij zijn. Het valt wel mee met hoe koud het hier is. Ik had echt gedacht dat het hier, weet ik veel, 4 graden of 7 graden is. Net zoals in Leiden. Maar dat is niet zo. Het is hier 18 tot 20 graden. Het is echt super cool. Ik geniet er echt van. Maar ik heb natuurlijk wel zenuwen voor straks. Dus ik heb er echt super veel zin in. Als razende reporter zeg ik, dag, tot zo, tot straks, tot alles. Tot het interview, tot straks. Doeg! Voor natuurreis. Ik wilde altijd met mijn ouders en mijn opa en oma wilde ik dan naar toertochten gaan rijden, bij ons in de regio. En ja, daar moest ik wel voor leren schaatsen. En zo ben ik het gaan doen. Ben je zenuwachtig voor een wedstrijd? Ja, het wordt steeds erger. Hoe ouder ik word, hoe erger het wordt. Echt verschrikkelijk. Vroeger was het gewoon, we gaan staan en we starten en het gaat sowieso allemaal goed. En nu ben ik op zo'n niveau dat het eigenlijk altijd wel iets van denk ik, dat had toch wel wat beter gekund. En dit deed ik verkeerd. En het is niet meer allemaal al goed. Hoe vaak train je in de week? Bijna 2 keer op een dag. Alleen, en op zondag hebben we rustdag. Okay. Dus dat is zo'n 12 keer in de week. Ik heb eigenlijk een vraag en die heb ik echt al heel lang in mijn hoofd. En dat is eigenlijk voor iedereen. Zeg maar hoe lang doe jij met een paar schaatsen? Met een paar schaatsen. Nou, mijn eerste paar schaatsen ben ik van mijn 13e tot mijn 17e opgereden. Dus dat is een stuk of 4 jaar. Ja.
En nu heb ik met deze schoenen die ik nu heb, heb ik al 3 jaar. Dus eigenlijk moet ik weer nieuwe zoeken. Maar ik ben zo vertrouwd op deze schaatsen dat ik ze liever nog eventjes hou. Heb je dan andere schaatsen dan training, dan wedstrijd? Of nee, ik rij altijd op dezelfde schaatsen. Dezelfde ijzers wissel ik wel eens. Maar als je eenmaal de goede schoenen hebt, dan moet je hem echt heel goed bij je houden. Want het is heel lastig zoeken naar goede schoenen. En als je tijdens de rit al dat gejuich en dat geklappen hoort, denk je daar dan aan of ben je echt bezig in de rit? Vorig jaar heb ik zo'n geweldige race gereden tijdens het EK. Toen was iedereen ook in het oranje hier. En iedereen begon met een partij te juichen tijdens die rit. En dan gaat het allemaal best wel gewoon vanzelf. En dan rij je gewoon, dan ga je met zo'n lekker gevoel erin. Dus het werkt echt heel goed. Want als ik al dat geklapper en gejuich hoor, dan zou ik denken, wordt er niet goed van? Nee, dat is echt heerlijk. Als het helemaal muisstil was in die hal, dan denk ik ook wel van, nou, ja, we zijn weer aan de start. Dan heb ik toch wat minder goed gevoel erbij. Als je die energie voel je echt van dat hele stadion, dan neem je alleen maar lekker je rit in. Oké, ik ben gisteren in de 400 meter ben ik 2 keer gevallen. En toen ik de 800 meter moest doen, toen ging ik, dat hield mij dan tegen omdat ik dan niet wil vallen. Maar hoe voorkom je of hoe kan je weer het beter oppakken als je dan valt? Meteen weer vergeten en gewoon focus op de volgende afstand. En je valt waarschijnlijk nog een heleboel keer totdat je even ouder dan ik. Ja. En als ik gevallen was, als ik dan gestopt was, dan had ik al 10 jaar geleden niet meer geschaat. Gewoon met volle moed, vol vertrouwen erin gaan. En als je diep zit, dan is de kans veel kleiner dat je valt. Op een gegeven moment heb je zo'n niveau en dan weet je gewoon, nou nu ga ik niet meer vallen. Ja, dan kan het gewoon. Want wij doen de 200 meter baan, dus dan moet je best wel... Oeh, dat is lastig. Ja, dan is het echt... Dan lig ik ook zo op mijn bakken, zo. Bij Nederland willen blijven rijden of zou je ook bij Amerika of een ander land? Nederland vind ik natuurlijk heel graag. Ja. Dat land ik ook wel vet. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het pakken van Taipei wel heel vet. Dus die zou ik ook wel eens in de pakken willen. Ja. Dus die zoeken wij voor pakken dat zijn. Nee, dus ik zag een stille heen. Ja. Ja, ik zag dat pak en ik denk, nou, dat is best wel een vet pak. Dat zullen we weer. Ben je al een keer op de Olympische Spelen gegaan? Nee. Ik wil jeugdolympische spelen. Dat was heel gaaf. En ik hoop me dit jaar te plaatsen. Al een keer goud of zilver of brons gehad? Ja, 2 keer goud en 1 keer zilver. Zo? Ja. Maar geen brons? Nee, geen brons. Nee. Nou, goud is beter dan brons. Ja, klopt. Ja, dat was op de Jeugdolympische Spelen. Dat is echt het vetste event dat er is. Voor de jeugd. Dat is echt... Dus mocht je zo oud zijn, is dat zeker eentje die je moet... die je heel groot in je agenda moet zetten. Want echt, daar heb ik zo van genoten toen. En dan moet je hem er overheen proberen te zetten. Ja, en nu druk op deze. Ja, goed zo, ja. En dan de volgende, en dan moet je weer drukken. Drukken, helemaal strekken. Oh, sorry. Strekken. En dan volgende, moet je op je volgende voet gaan staan. En dan weer strekken. Ja. Dat is altijd de allerleukste oefening, er is, kan je lekker hangen zo. En eigenlijk, als je dat met je coach doet, moet je proberen die coach om te trekken. Ja. Dat doe ik ook altijd, bij mij lukt het nooit, maar... Nee, is Jack nog niet omgevallen? Nee, Jack is nog nooit omgevallen. Ja, dat was waren al mijn vragen. Okay. Goeie tip, toch? Afsluiter knuffelen. Ja. Ik vond het leuk. Dankjewel voor je tijd. Alsjeblieft. Nou, hier ben ik weer voor de laatste keer. Het was echt een super dag. Ik heb selfie gemaakt met Sven Kramer en ik heb Jorien Ter Mors en ik heb Sanneke Neling geïnterviewd. Ik vond het super leuk, super gaaf. En ja, ik ga nu naar huis en ik ben moe. Ja, doei. Ik ben moe. Ik ga slapen. Doei.